van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video. En herkent het nog thuis? Het is een droevige video, want we zijn hier om afscheid te nemen van Droomkraft. Het is vandaag sluitingsdag, de 19 augustus, voor de les te open. Droomkraft heeft al die tijd gewoon bestaan. Ik weet niet wanneer het eigenlijk begonnen is, Droomkraft, maar nu moet het toch wel stoppen. Ja, ze zijn niet geëvolueerd al wel, maar wel jammer, want het park is immens groot. En daar komt dan een einde aan. En we gaan een paar attracties doen. We beginnen met Wonderworld. Wat er allemaal kapot is Ratatouille, Clown of Owl, Small World, Black Arrow, Simba, Nemo, Black Pearl, Wreck-It Ralph, Cars, Tower of Terror en alles aan de automatische rides. Ja, wat voor attracties moeten we dan nog doen? Alles is kapot. Dit is een mooie ride. Deze was een van de eerste servers waar ik op joinde. Samen spraakgeschrift zo. Maar dat was 2016 of zo, ja. Of 2017. Toen was Droomkraft nog een stuk populairder. Maar het is er allemaal uitgestorven het laatste jaar. Informatie vragen, mensen. Je ziet daar, Droomkraft stopt 19 augustus. Normaal was het de derde augustus, maar het is uitgesteld naar vandaag. Al 7 jaar, mensen. Ik weet niet hoe waarom dat ze dat gedaan hebben. Ja, dus we hebben het draaien. Uitgesteld. Ja, ze hebben een sluiting 20 dagen uitgesteld of zo. Ja, ze kunnen het niet over hun hart krijgen. Hè. Verder, mensen. De eerste. We hadden wat maanden terug wat opnieuw Droomkraft gedaan. En aflevering 1 is wegens muziek geblokkeerd. Dat was de video van de Dark Ride, zo. Eén ervan was de deus. Dus deze eerste rij. Hoorde erbij. Dus ik moet me echt gaan inhouden. Zelfs muziek heeft gevolgen tegenwoordig. Wel, Disney muziek. Dat onze video's worden geblokkeerd. Of tenminste gedeeltelijk geblokkeerd. We hebben 3 jaar geleden. 3 jaar geleden hebben we hier ook 2 video's opgenomen, maar één daarvan is maar teruggevonden, de andere heeft Jonas verwijderd. Allee, het was eigenlijk omdat ons oude kanaal verwijderd was dat we de video's kwijt zijn. We gaan nu naar een vraag van Jeff Hardiki. Audio werkt al lange tijd niet meer hier. En ik weet ook niet of ik muziek ga plakken, want we weten allemaal wat voor gevolgen dat kan hebben. En ik begin hem. What the fuck? En ik begin een beetje. Met een buik vol te krijgen van al die claims. Nee. Is dat weer? Nee. Geen problemen. Oké, dat gekruis van de just ga ik dempen, want niemand wil dat horen. Ik zal mijn kant doen, hoor ik een herhaal. Ik ga dat gaan doen, hè. Helaas kan ik Jonas niet meer herhalen. De judo zal in september ook niet doorgaan, waarschijnlijk. Ja, wraak van Jafar. Jafar is natuurlijk Aladdin. Dus het verhaal van Aladdin gaan we terugzien in de attractie. Oké, we gaan een poort. Maar hier komen we zo te zien in de grot van Jafar of zo. Ik weet niet, ik zie er allemaal kooien in de lucht hangen. Deze attractie bestaat echt, geloof ik niet. Ja, het is gewoon Fata Morgana, het is daarop gebaseerd. Maar dan het verhaal van Aladdin. Maar je hebt wel in Disneyland Parijs bijvoorbeeld een walkthrough over Aladdin, dat hij. Dan zijn dat zo kleine scènes.
Er is zo alles in het klein nagemaakt. En daar wordt het genoeg. En eindelijk, we zijn terug. Kijk, dit is een interactieve, dus we kunnen schieten op de goalblocks. Ja, het gaan we gewoon luisteren. En de diamondblocks. Nee, zie jij maar. Maar één keer schieten, dat valt tegen, hè, jongen. Dat is tijdelijk, man. Normaal, ik schiet hem 100 keer op een blok, jongen. Dat gaan we nu niet meer pakken, ze nu. Ja, voor u ook niet, hè. Jammer. Dat valt uit, jongen. Ik niet. Ja, wat een hoop, jongen. Als je het kunt, doe het dan, man. Jongens, is weer zo dom. Aha, minder dus. Jij bent overal eerder aan, dus niet hopen, jongen. Ja, wel hopen dus. Nee, jongen, ik heb er 44, dus ik kan winnen. Geen uitvluchten, jongen. Jongen, bij sommige blokken kun je niet aan. Leugentjes. Oeh, ik heb al 47 puntjes. Jammer eens. Ah, de Dark Rides hier duren langs, hè. Ja, die gaat lekker. Yes. Ja, dat is een dikke prooi, jong. Oké, zijn we aan het einde gekomen? Of nog niet? Ja, we zijn aan het einde. Oké, ik heb 31 punten gehaald. Oh, shit. Je hebt in totaal 100 punten. Dit is niet door, vetje. Ik heb er wel even rond de decoratie niet zo rap. Hoeveel attracties gaan we nog doen, jongen? Hier gaan we naar ondergang. Een ride, een topper. Waar staat ondergang? Die is open, denk ik. Dat is ook een dark ride. Een topper. Het is geen topper. Ariel. Fuck doet die. Het Disney Tours. Oh my god. Jonas is gay. Welcome back in the light here, toys of the mail. Je ziet hoe groot het hier is, hè. Voor een ruimte, oké, daar hebben we Simba, die is al dicht. Precies. Oké, we zijn terug. En verder nog een reuzenrad daar en nog andere attracties die hier gewoon staan, die eigenlijk niet werken. Het reuzenrad is eigenlijk alleen maar met TP, dus dan ga je dat steeds. Met een pressure plate naar een bakje hoger en hoger. In plaats van dat er al draait. Oké, daar gaan we naartoe. Jongen, je zit vanuit de Mongol! Ja, ik zit van achter Mongol. Ja, dat is aan waar je zit er niet. Nee, mijn erken daar zit van voor. Dan ga ik van achter zitten. Frans Bauer. Die kan echt niet zingen. Dit is echt een oud product al. Ja, ik zeg het nog altijd met rails. Ik heb eens een aflevering van Bob de Bauer gezien dat hem een kamer moest schilderen en dat heeft hem helemaal naar de kloten geholpen. Nee, heb je effect in beeld gebracht? Ja, ik zag dat lava. Nou, hier hebben we de Golden Idol. Mag wat rapper gaan. Die is zo groot dat dat Arabische gebied is, jongen. Dat komt precies geen eind aan. Bob de Bauer, now and off.
Hun. Nou en of. Droomcraft. Nog één attractie en we zeggen hier vaarwel. Oké, okay, we zijn terug in het station. Oké. Okay. Ja, dit was de dive coaster. Ik heb bij de eerste kar het druzel. Oké, liste. Nee, jong. Jawel. De hangarsbaan ook nog. Welke? Ja, je weet niet eens of die een open is, hè, jong. Ja, ja. Wat een vis. Ja, vis. Ik zou nog een beetje rondlopen. Dumbo's vlucht heeft een storing, zie ik. Oh, mijn particles. Ik ga nog even rondlopen, hè. Ja. Mensen, ik kan ze even missen. Wat is Jonas toch een meet? Wij gaan ze even missen. Dan gaan we missen. Hou eens op met dat gejammer. Houd op met dat gejammer. Krabbel de kreefde niet, jammer hè. Maar die staat lang stil. Hij is in een haaienbek. In Peter Pan komt er niet eens een haai voor. Ze hadden daar beter een krokodillenbek van gemaakt. Oh, fonteinen. Het is ook wel een mini dive coaster. Zie ik je camera op, Daniel? Zien de mensen nu? Niks van. Nee. Waar zien de mensen niet? Ik doe nooit mijn cam op. Mensen, vergeet zeker niet als je nooit gaat kijken in de finale, is online. Nee, nog lang niet. Ja, waar is het? Dat zal ik net iets zeggen. Het is een ride. Een hangende achtbaan. Dat is dus diegene die we juist hebben gezien. Daniel zit al van voor, dat is een dikke ringworst. Ja, en Jonas zit achter mij, hè, met zijn ringpens. Ik vind mijn eigen grap wel beter, maar ja. Egoïst. Als paprika niet dood van u, is altijd grappig, dus ja. Hahaha. En waar is het? Aan het slapen zijn met brilletje op in de zetel, dat is grappig. Aan het slapen, wat? Ik heb een foto dat ik aan het slapen zijn in de zetel met bril. Dat is dus nooit gebeurd, ik slaap toch niet met een bril, jongen, what the fuck. Ook is zo in de zetel. Voor mij is het voetbal, dus calm down. Ja, dat heeft Stef waarschijnlijk gestuurd. Stef die pers dat hij mij kan filmen zonder dat ik dat door heb, maar... Dat was gisteren zeker, hè? Van die foto. Ja. Vandaag is de match Bayern München. Oh nee. Leipzig tegen PSG, mensen. Dus like en abonneer en kijk die video. Ja, eerst van Paprika is schattig. Paprika, wil je ook iets mee gaan drinken? Nee. Paprika, kom mee. De 24ste. Dan doen we dat volgende week. De 24ste, 25ste. Waarschijnlijk gewoon volgende week. En niveau later is het weer school voor mij. Jensje, ik vind dat jammer. Want ik heb, ah ja, mensen, trouwens, we hebben genoeg gezien. Dus we gaan helaas afscheid moeten nemen. Ja, ik moet nog een 7e doen. Wil ik een diploma en dan ga ik ook werken. Ik ga naar een andere school. De eerste keer in 6 jaar. Ik ben 6 jaar op diezelfde brakke school geweest. Namelijk Siba Aarschot. Fuck off, jongen, een goede school. Zeker geen aanrader, doe het niet. Ja, ik vind dat een toffe school. Oké, we gaan nu even bij de spawn staan. Daar staat een koeien van letters Droomkracht op de muur. Dus we gaan hier ons verhaal afsluiten. Daar. Hier hebben we Droomkracht. The Legend Ends. En ja, ik heb het altijd een leuke server gevonden. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan deze server, dus... Droomcraft, vaarwel. En ja, wij zeggen ook, vaarwel. Tot de volgende video. Ciao. Salut.